weet niet wat dit is, maar... Ja, dit is een werkelijk onafhankelijke beoordeling geweest van de directie van Otterloom. 23 punten. En dan kijken we op de achterkant naar de Limerick. Erg goed. Het sterrenbedrijf Archicom uit Zon had het geluk dat het zeilen weer kon. Een goede lunch met vlees en vis. Gerard weet wat lekker is. En nu nog wachten wie won. Ja, dit is natuurlijk de Limerick. Ja. Ook al zijn jullie het niet eens, kijk, het werkt wel. Het is maar €2,50, maar dat maakt niet uit. Hij had 23 punten, dus even kijken. Ik zou graag naar voren willen halen de schipper van de boot Anja, Cor Bakker. Hij speelt trouwens geen piano. Deze Cor Bakker speelt geen piano. Speel je iets anders trouwens, Cor? Sterk. Ja. Wat is je team? Want als echte volleerde kapitein moet jij nog weten wie je team is. Dat staat er namelijk niet op. Maar je gaat echt niet alleen met al die prijzen naar huis, hoor. Wie heeft er bij Cor in de boot gezeten? Wie kent deze man? De computerspecialist? Ja, ik en Martin. De man van de dikke vandalen? Martin is al naar huis. Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben een team van ongeveer 25 man gehad. Martin Olet. Vandaar dat je ik heb ze. Martin Olet, Mark Roelofs en Daan van Looyen. Daan! Nou zal Daan zijn prijs beschikbaar stellen, want die is niet mee geweest, heb ik begrepen. Hoe komt dat, Daan? Disqualificatie. Hij moest werken, zei hij. En Martin is wel met de sturen toe. We hebben natuurlijk een geweldige eerste prijs. Kees, zou jij de prijs willen overhandigen? Ja, aanvang. Een dinkytoy. Wat, Kees? Dinkytoy. Een dinkytoy om zelf in elkaar te leggen. Perfect. Even dank voor het geld, toch? Ja, graag gedaan, hè. Ja, ik heb het nu één keer voorgedaan hoe het werkt. En de volgende keer kunnen ze het gewoon nadoen. Nee, die is al naar huis. Maar die is nu stuurlijk toe. Ja. Oké, hartelijk dank allemaal. En gefeliciteerd. Ja, je mag het dankwoord zeggen. Ja, ik vind als winnaars, dan moet je altijd wat zeggen. Niet je moeder bedanken. Kijk, Gerard, dit regent het al jaren. Oh, wacht, ik vergeet nog iets. Heel makkelijk. Daar hoort de beker bij. Ik begrijp dat je natuurlijk heel erg vindt dat je volgend jaar terug moet geven. Ja, dat vind ik. Maar ik ga ervan uit dat je hem goed behandelt. Elke week even op met zilvergoed. En dan komt het allemaal goed. Ja, kijk, ik heb al vele jaren meegedaan en ik heb al van alles gezien hoe het werkt hier. Dus ik zeg van, nou ja, we kunnen natuurlijk weer heel moeilijk gaan doen. Maar laten we gewoon het optimale doen. Alles erbij wat kan. Telefoons die inleveren, meenemen, goed overleg plegen. Met veel mensen praten na afloop en dan uiteindelijk win je. Dat is nou precies de clue van de zeil. Gerard en het team verder. Bedankt. Je hebt inderdaad de zon geregeld, je hebt de sfeer geregeld, je hebt de mensen geregeld. Het kan weer niet beter. Top. Nogmaals dank. Wat ons betreft de loterij van de overgebleven telefoon, sleutels en paspoorten kunnen beginnen. Kenteken. Oh ja, dat is mijn eigen auto. Ik wil één iemand bedanken en dat is Maria. Omdat afgelopen jaar hebben een aantal mensen enorm ingesproken. Maria wil ik even voorbij. En ik wil voor haar even een speciaal warm applaus, want zij heeft op dit moment en de zeildag alleen georganiseerd. Doet daarnaast ook bij ons de administratie, het secretariaat. De financiën, de facility management. En voor de rest, ja, ze is altijd heel erg lief voor me. Dus vandaag een groot applaus voor Maria. Er gaan stemmen op omdat wij vorig jaar september niet gezeild hebben om het in september die dag in te halen. Wat vinden jullie daarvan? Wie is ervoor? Ik niet. Nou, ik heb één ideetje, want dit is wel erg leuk. Maar ik heb één ideetje. Als we nou eens proberen om in september voor degenen die dat willen, ditzelfde nog een keer te doen als het goed weer is.
dan wil ik het nog wel organiseren, maar op één voorwaarde, dat jullie allemaal een bijdrage leveren om één project in Roemenië voor elkaar te krijgen. Dus we gaan het met elkaar betalen, de dag moet betaald worden en we gaan sponsoring bij elkaar brengen om een project in Roemenië, een autistisch project, wat een dame bij ons uit de buurt doet. Ik zou graag Anke even naar voren willen hebben. Ja. Anke! Zij steekt er heel veel tijd in en zorg en aandacht. En ik wil daar een sponsorproject van maken. Ja. Anke, moet je weer komen. Alles wat jullie de dag bij elkaar krijgen, gaat naar haar toe. Nou, naar mij. Als jullie dat willen. Wie is er voor? En wie is er tegen? Jullie doen allemaal mee? Oké. Dan doe het in september nog een keer. Ja? Tot september dan. Doei.